Goedemiddag, beste kijkers. Wij heten jullie allemaal hartelijk welkom bij Licht op Leiden. We hebben vandaag weer een bijzondere uitzending, want wij hebben een heel bijzonder duo als gast. U kunt ons, zoals u weet, altijd op Ziggo kanaal 46 en bij KPN in Leiden, althans kanaal 1421, altijd zien. En in de hele wereld zijn wij online ook te volgen. Die bijzondere gasten, dat zijn Jessica en Joop. Jessica en Joop zijn al bijna 20 jaar een duo. Voor degenen die zeggen, hey, die andere van die twee, die ken ik nog wel weer van veel vroeger, dan mogen we misschien wel 60 jaar terug. En dat is natuurlijk niet Jessica. Maar jullie zijn al heel lang dat toch ook inmiddels bekende duo Jessica en Joop. Jessica van Noord en Joop Visser. We hebben heel veel moeite gedaan, mogen doen, kunnen doen om jullie hier in de studio te krijgen. De connectie met Leiden is wat Jessica betreft dat zij hier heeft gestudeerd. En wat betreft Joop heeft hij dat ook gedaan. En zelfs wel bij Minerva heb ik begrepen waar hij van gezegd heeft van ik was toen nog niet zo bekend als Paul van Vliet en de mensen van het Leids Studentencabaret. En dat vond ik eigenlijk wel een heel prettige gedachte. Maar hij was toen ook al zanger en al vrij spoedig heeft hij toen ook in Nederland een grote naam gemaakt. Maar u bent al heel lang een duo. Ja. Hartelijk welkom jullie tweeën. Ja, dankjewel, Ton. En wij vinden het ontzettend leuk dat jullie hier zijn. En ja, wat moet je anders als het om mensen die een zanger en een zangeres gaat, een duo gaat, dan dat je ze vraagt van... Gaan we liedjes zingen? Kan je wat laten horen? Ja, toch? Nou, laten we daar dan maar gelijk mee beginnen. Okay. Ja, dan beginnen we met een liedje. Even voor de duidelijkheid. Want dan, het hangt samen. Wij doen... Microfoon, Joop. Wij doen... Wij doen iets uit de zondagserie. We hebben van allerlei series. Ja. Aardrijkskunde, politiek, commercie, maatschappelijk. En heel veel series. Eindejaarsserie. Nou, wat hebben we nog niet meer? Ja, dieren. Nee. Dieren, zeker. Kinderserie. Ja. En dit is, omdat het zondag is, de zondagserie. Uit de zondagserie. Ja. En dat mengen we dan een beetje. Probeer maar hier het refrein van mee te doen. Oké. Dan, dat pakt vanzelf aan, want het is veel met meezingerij wat we doen. Dat heeft met de zondag te maken. Ja, natuurlijk. Een beetje meezingen. Precies. U kan ook thuis meezingen. En Leiden heeft een hoop met de zondag te maken. Zeker. Daarom. Oh. Ja, zeker. Zo. Ja, nou, tot zover. Een liedje. We zijn benieuwd. Weinig mensen geloven niets. Hier, daar heb je dan. Weinig mensen geloven niets. Haast iedereen die gelooft wel iets. Al was het maar op hoop van zegen. En daar is ook niets op tegen. Maar wie gelooft wat Rutte belooft, die is niet goed bij zijn hoofd. Wie gelooft, wat Rutte belooft, die is niet goed bij zijn hoofd. Ja. Vroeger toen hij wilde trouwen, zei zijn moeder, doe maar niet. Een vrouw die gelooft wat jij belooft, die is volslagen kierenwiet. Wie gelooft wat Rutte belooft, die is niet goed bij zijn hoofd. Nee, dat is niet leuk. Ja, dat is toch wel weer een beetje moeilijk hoor. Want je dwingt ons nou weer tot allerlei politieke stellingnames. En ik, als je nu Wilhelmus zingt. Dat is ook weer waar. Ja. Dat is ook weer waar. Ga maar door. Ga maar door. Het zijn liedjes, Tom. Ga maar door. Wie gelooft, wat Rutte belooft, die is niet goed bij zijn hoofd. Eerst heb je gewone gekken, dan komen de stapelgekken en daar weer een heel eind boven. Gekken die Rutte geloven. Wie gelooft, wat Rutte belooft, die
is niet goed bij zijn hoofd. VVD'ers zingen dit met volle borst, hoor. Ik geloof het. Ik geloof, ik geloof. Want die kennen hem. Rutte beloofd. Die is niet goed bij zijn hoofd. Pas op voor Rutte, ha ha ha. Dat je het niet zo ver laat komen. Dat je gelooft wat die belooft. Want dan word jij opgenomen. Sjoemelaren, volksverlakker, kletselari, koekenbakker, giga onbetrouwbaar dus. Zelfs voor een politicus. Wie gelooft, wat Rutte belooft. Die is niet goed bij zijn hoofd. Als hij zegt, daar sta ik voor. Als die zegt, daar sta ik voor. Weet jij al, dat gaat niet door. En dan zegt hij, sorry hoor. En dan gaat hij lachend verder. En dan gaat hij liegend verder. En dan gaat hij lachend verder. En dan gaat hij liegend verder. Ik geloof, wat Rutte belooft. Die is niet goed bij zijn hoofd. Wie gelooft, wat Rutte belooft. Die is heel erg niet goed bij zijn hoofd. Tja, dat was een hele mooie. En het aardige is natuurlijk nog dat ik in mijn argeloosheid jou nog voorstelde als oud Minerva-lid, wat Mark Rutte ook is. Maar, nee, dat volgens mij niet. Hè? Hij is wel Leijenaar, maar ik had begrepen dat hij geen Minerva was. Ik had begrepen dat hij nooit in Leiden is gaan wonen, maar dat hij wel lid van Minerva was. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. We zijn benieuwd. Nee, precies. Ik ben benieuwd, want niet in Leiden gaan wonen, hij komt van Den Haag. Hij komt van Den Haag. En wel Minerva lid zijn, dat hij, heb ik, nou dat is dan nieuw. Nou, maar oké, okay, goed. Ik weet zeker dat er kijkers zijn die dat die een verlossend antwoord kunnen geven, uiteraard. Ja, natuurlijk. Ja, goed. Daarom zijn we heel benieuwd naar. Dat wil zeggen. Dat wil zeggen dat jullie allebei ook zeg maar politiek gemotiveerde liedjes op de zondag zingen. Ja, dit is een mengsel. Het is eigenlijk een zondagliedje, want het gaat over geloof. Ja, de kern is geloof. Ja. En geloof gaat natuurlijk, dat hoef ik jou niet te vertellen, uitsluitend over politiek. Wat dacht je van het CDA? Ja, een paar weken geleden. Dan moet ik misschien toch een kleine anekdote vertellen. Het is nu 4 juli. Ja. Een paar weken geleden, op 12 juni denk ik dat het was, heeft Omtzigt het CDA verlaten. Ja. Maar 3-4 maanden daarvoor belde jij mij op en zei, Ton, ik ga iets doen wat ik nog nooit van mijn leven heb gedaan. Ik ga op het CDA stemmen. Ja, En toen zei ik, ja, ik denk dat ik wel weet om wat voor reden. Zei, ja, vanwege Omtzigt. Even correctie. Ik ga niet op het CDA stemmen. Dat is er, hè? Ik ga op Omtzigt stemmen. Ja, maar dat is het CDA. Althans, hij stond nummer... Ja, nu. Hij stond toen nummer 2 op de lijst van het CDA. Dat dacht jij nog. Precies, ik dacht al precies, lang precies, niet, precies. En toen dacht ik weer aan dat oude liedje van jou, van de monniken die naar boven gingen en ze stemden op de KVP. En ja, zich, maar dat is inmiddels CDA. En toen, gingen ze weer naar boven. En nu, als je dat liedje nu zingt, dan vervang je de KVP door het CDA? Ja, al. Dat begrijp ik. Al een halve eeuw bijna. Nee, is Steenkamp, toch? Al een halve eeuw bijna. Ja. Nee, maar we hadden het over geloof en politiek. Ja. En jij bent de eerste om toe te geven dat dat helemaal in de geschiedenis, als docent geschiedenis, er geen geloof was zonder politiek. Zeker. En als we nu naar de islam kijken, zien we het weer niet anders. Nee. Oké. Okay. Nee, dat zijn we eens. Dat zijn we eens. Dat zijn we eens. Dat zijn we eens. Ja. Maar de vraag is of jullie op zondag nog ook liedjes met een wat minder politieke lading. Met wat minder dynamiek. Jessica? Ja, dat hebben we ook, hè, Joop? Ja? We gaan niet alleen maar liedjes over van politiek. Ben je gek? Oké. Dat hadden we op 6, yes, toch? Ja. Wat is het volgende liedje, Jessica? Het volgende liedje is het lijflied van Rie. Rie, ja, Rie Schild. En Rie was de huishoudster op Rapenburg 110. Aha.
Richelt de Groen. Is dat niet het Wallon? Heet dat niet zo? Toen. Oké. Okay. Dus de hele andere kant op. Oké, okay, neem me niet kwalijk. Het zit praktisch tegen de Douza-straat aan. Je hebt gelijk, dat zit bij de... Tegenover de hoe heet die? Bij de katholieke pastorie, zeg ik dan maar. Dat is 100. Waar Lumij binnenkwam. Zeker. Waren. De Vliet. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Daar zit het. Nou, het was dus het favoriete lied van Rie. En wij hebben het nog gezongen. In de, wanneer was het? 1 november, want ze is 1 november jarig. Okay. En ze is gestorven, Frans, de man Frans. Frans. Daar was al lang gestorven. Daar keken wij vroeger voetbal, want verder had geen niemand televisie toen. Mm. Frans gestorven, al jaren terug. Rie gestorven. En wat ze had opgespaard, en dat was een hele hoop van Rie. Rie was een zuinig wijfje. Okay. En dat is allemaal gedoneerd aan de academie. En dat is nu het Schild de Groen Fonds. Okay. Ja. En op 1 november wordt dat geld uitgekeerd aan de onderzoekers. Mm-hmm. Die dan gedoneerd worden. En daar hebben wij opgetreden de laatste 1 november dat dat kon. 2 jaar terug. Ja. In het kleine auditorium. Okay. Met verschillende liedjes. Onder andere haar lied. Haar lied. Dat en ze echt dat een toplied. Was echt... Ja, we hebben ook nog Polonaise opgelopen, hè? Polonaise. Ja. Gaan we met naar... de rector Magnificus. Ja. En die zei de volgende keer... Groot auditorium. Dat was echt een hoogtepunt. Karel Stolken. Okay. Ja. Is hier ook de gast geweest. Oh. Ook in Licht op Leiden natuurlijk. Hoeveel de keer denk je dat ze Polonaise hebben gelopen in het auditorium gelopen wordt? Geen idee. Nee. Nou, kan je vertellen. Want hij zei... Dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ik heb er een hoop meegemaakt, zei hij toen. En als Karel Stolken dat zegt, dan is het waar. Zo, dat dacht ik. Nee, dat is het lied van Lien. Ja, van, het lied dat is van een Rie. Mooi lied. Daar kan je ook mee doen, jongens. Even goed ik probeer in het. Ik, niet in slaap vallen. Ik probeer het, ik probeer het, ik probeer het. Ja, het is echt niet zo moeilijk hoor, echt niet. Je hebt geen benen nodig om de Heer te volgen. Je hebt geen benen nodig om de Heer te volgen. Je hebt geen benen nodig om de Heer te volgen. Want de Heer is overal. Overal. Want de Heer is overal. Nodig om de Heer te volgen. Je hebt geen ogen nodig om de Heer te volgen. Je hebt geen ogen nodig om de Heer te volgen. Want de Heer is overal. Gaan we allemaal, jongens. Overal. Want de Heer is overal. Je hebt zoveel niet nodig om de Heer te volgen, want de Heer is overal, ja. Overal, want de Heer is overal, want de Heer is overal. Je hebt zoveel niet nodig, hè? Dat is en dit lied, ja. Het is begonnen als een kampvuurlied. Ja. Dan moet je een tijdje voort kunnen met zo'n lied. En dat zeker. Ben je hiermee. En dan kan iedereen ook inbrengen. Ja, en zeker. Als we nu willen, dan zitten we hier morgen nog. Okay. Want wat voor auto heb jij? Ik heb een hele eenvoudige Yaris, ja. Een Jarisje. Je hebt geen Jaris nodig om de Heer te volgen. Je hebt geen Jaris.
is nodig om de Heer te volgen. Ik heb er nooit van gehoord. Ja, met auto's. Ja. Je hebt geen, maar normaal beginnen we dus met de A, want dan gaan we het hele alfabet doen. Ja, precies. En dan heb je hebt geen alfa nodig om de Heer te volgen. Dan komen die jaren. En dan eindigt de som ongeveer bij... Yeah. Maar dat is heel eind verder. Yeah. Je hebt geen Volvo nodig om de Heer te volgen. Het hele alfabet. Precies. En we houden het ook. Neem het voorbeeld. Je hebt geen voetbal nodig om de Heer te volgen. Ja, voetbal. Je hebt geen voetbal nodig. Zeker. Heb je helemaal niet nodig. Heb je ook niet nodig, voetbal. Je hebt geen voetbal nodig om de Heer te volgen. Want de Heer is overal. Je hebt geen Janssen nodig om de Heer te volgen. Dat is een lang lied, hoor. En zo kan je... Een heel lang lied. Ja, het hangt een beetje vanaf van welke mensen er zijn. En, zeker. Maar je hebt heel veel nodig. Dus... niet nodig om de Heer te volgen. En dan eindigen zo'n beetje. Nou, je hebt geen vrienden nodig om de Heer te volgen. Nou, maar het moet natuurlijk wel een beetje een leuk einde hebben. En zo, wat het laatste is. Je hebt geen humor nodig om de Heer te volgen. Ja, humor heb je ook zeker niet. Ook al niet zo leuk. Je hebt geen humor nodig om de Heer. Wij hechten meestal af. Ja. Je hebt geen hersens nodig om de Heer te volgen. Je hebt geen hersens nodig om de Heer te volgen. Je hebt geen hersens nodig om de Heer te volgen. Want de Heer is overal, dames en heren, ja. Overal. Want de Heer is dan is het vuur wel zo ongeveer uit bij het kampvuur waar jullie dat dan doen, denk ik aan, of niet? Het hangt er vanaf. Ja, nee, precies. Hoe lang we het doen. Ja, dat, ja. Maar dit is Ries Lijflied. Ries Lijflied. Mooi. Ja, dat goeie mooi herinneringen, hè? Als je het over Leids goedgekeurd. Zeker. Dan, ja. Daarom. Maar jullie hebben ook, ik weet niet of ik nou gewoon jullie programma voornemens weer helemaal doorkruis. Het zou best kunnen. Ook nog niet zo lang geleden toch nog een lied gemaakt dat bekroond is, of niet? Of zeg ik nou, als ik schemering zeg, heb ik dan te veel gezegd? Is dat niet... Het is al heel lang geleden, hoor. Dat is 2005. Dat was een van jullie eerste successen. Ja, wat? De schemering. Bekroond. Nou, de Okapi-prijs. Ja, van de Okapi-prijs. Ja, precies. Nou ja. Van de Okapi-prijs. Nee. Maar dat is lang geleden en dat valt niet in de zondagsserie. Oké. Ik kan me iets bij voorstellen dat het daar niet in valt en zo. Ja. Maar goed. Maar denk erom even, want het is geen grapje hoor. Van je hebt geen hersens nodig om de Heer te volgen. Want ik vreesde al dat je er een bedoeling mee had. Zalig zijn de onnozelen van geest. Dat is de Bijbel, want hun is het koninkrijk des hemels. Ja. Dus pak maar aan, de onnozelen van geest. Dus, nee, het zijn allemaal teksten die kloppen. Dat geloof ik. Dat leidt mij, Jessica, natuurlijk tot wel de volgende vraag. Die teksten, zijn die van jullie samen? Of zijn ze alleen van Joop? Of zijn ze alleen van jou? Nou, ze zijn eigenlijk allemaal van Joop.
Ze zijn van Joop. En af en toe komt er een woordje van mij voor. Ja, precies. En heb jij nog een zekere mate van aanscherping of beteugeling? Van, ja, ik sla hem altijd. Als hij vervelend is, maar verder nee. Ja. Het is een kwestie van winnen, hè? Ja. Ik bedoel, dan moet je maar solo blijven zingen. Ja, nee, precies. Nee, maar ik dat zou is, je zeggen, Jessica is begonnen. Het is de traditionele opleiding. Ja. Behalve de kunstopleiding uit Leiden. Ja, precies. Is ze begonnen. Ik was de meester, zij was de leerling. Ja. Leerling, gezel, ja. Meester. Ja. En nou ben ik de leerling. Ja. Dus, het is, ja. Zo gaan. Het is nu, want zij zingt ook alleen. Ja. Met bejaarden. Ja, ik zing in allerlei te huizen. Je zingt in allerlei te huizen? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar okay. Wacht even, niet het vrijwilligerswerk. Want er moet wel betaald worden, want het is professioneel. Nee, er wordt door vrijwilligers op muziekgebied... Wordt er aardig op geparasiteerd? Wordt er aardig kapot gemaakt. Ja, ja. Want het was zo goedkoop. Ja, nee, precies. Ja? Ja, ja, ja. Nee, dat mag het natuurlijk. Nee. Dat mag het nooit worden. We gaan alweer aardig door de tijd. Ja, ja. Leiden. Ja, had je nog iets? Had je nog iets rond Leiden? Ja. Maar nog niet het slotlied. Nee, nog niet. Want het slotlied, dat houden we nog even in petto. Ja. KNG. KNG, kijk, ja. Kunst en genoegen. Ja, amico. Amigo. Er is geen leven zonder lijden, dat kan niet vaak genoeg gezegd. Waarom zou je dat bestrijden? Alleen in lijden leef je echt. Wie leeft in lijden moet niet klagen, want ook in dagen vol van pijn. Kan jij je lot met vreugde dragen en in lijden gelukkig zijn? Zeker. Kan jij je lot met vreugde dragen en in lijden gelukkig zijn? Jeremia 10:19 en nog een hele schrik profeten hebben het allemaal gezien. Ja. Hebben het altijd al geweten. Soms is het wel eens roze geur, maar meestal is het reuze goor. Met veel glazer en gezeur. Je kan het en we gaan ervoor. Er is geen leven zonder lijden, dat kan niet vaak genoeg gezegd. Waarom zou je dat bestrijden? Alleen in lijden leef je echt. Wie leeft in lijden moet niet klagen, want ook in dagen vol van pijn kan je je lot met vreugde dragen en in lijden gelukkig zijn. Kan je na afloop van het beleg denk je ontzet, het is weer mis. Als de haring, wat een pech, van je brood gegeten is. Maar liever honger en ellende in de goot of in het slop, dan met een zelfverwende bende koek te happen aan de top. De wereldkampioenen! Wie leeft in lijden moet niet klagen, want ook in dagen vol van pijn en allerhande onbehagen en onvoorziene tegenslagen, de Spaanse pest en dat soort plagen, de rilling door je leden jagen, de ratten aan je tenen knagen en zie je kist al staan te zagen. Alleen je maat nog even vragen, kan je je lot met vreugde dragen en in lijden gelukkig zijn?
kan je je lot met vreugde dragen. En in lijden gelukkig zijn. Zo, geweldig. Is dat Leids of niet? Dat is Leids met een hoofdletter en met een kleine letter L. Ik denk dat dat de dubbele bodem was die jullie hebben geprobeerd aan te geven. En dat is buitengewoon goed begrepen natuurlijk. Nee, zat hier geen... niks van. Zat hier met die kleine en die grote letter Leiden? Nou goed. Maar jij kent die Bijbelteksten. En dan heb ik natuurlijk toch... Jeremia, ik begrijp het. Ik begrijp het. Maar dan heb ik dus... Waarlijk. Ja, nee, wat is het ook? Ik zal... Waarlijk. Zal ik... Dit is een lijden dat ik zal moeten dragen. Ja, precies. Waarlijk. In lijden vermoeden we natuurlijk toch al snel een dubbele bodem. Hè? Begrijp je wel. Maar goed. Nou hebben we het nog even over lijden. Ja. Met een hoofdletter over Leiden als stad. Jullie hebben natuurlijk een prachtig hutspot haring wittebrood. Hutspot haring wittebrood. Ja, precies. Daar zal ik deze keer jullie niet aan houden. Nee. Ik wil jullie tot slot... Want we zijn alweer bijna aan de tijd. Oh, nog vragen om het mooiste lied. Het mooiste lied wat mij betreft over Leiden. Oh. Dat er ooit is gemaakt. En dat is jullie lied over Leiden. Om daarmee te besluiten. We zullen zien. Het prachtige lied. En ik kan dat echt aan alle kijkers aanbevelen. Het prachtige lied. Het is het water. En het zijn de straten niet. Het zijn de straten niet. De Breestraat en het Levendal, de Hoge Woerd, de Lange Brug. Het zijn de straten niet. Het is het water. En het zijn de stegen niet, het zijn de stegen niet. De Diefsteeg en de Doelensteeg, de Nieuwsteeg en de Nonnensteeg. Het zijn de stegen niet. Het is het water. Het is het Rapenburg dat stroomt en staat. Dat stijgt en daalt, dat spiegelt en dat stinkt. Van tijd tot tijd. En het zijn de markten niet, het zijn de markten niet. De boommarkt en de beestenmarkt, de kaasmarkt en de garenmarkt. Het zijn de markten niet. Het is het water. En het zijn de mensen niet, het zijn de mensen niet. De burgerij en de studentjes, de proffen en de halve garen. Het zijn de mensen niet. Het is het water. Het is de oude Rijn die rimpelt in de wind. Het is de nieuwe Rijn die glinstert in de zon. Het is de stille Rijn die glijdt voorbij. Van tijd tot tijd. En het zijn de klokken niet, het zijn de torens niet. De kerken en de kroegen niet, de parken en de hofjes niet. En het zijn de bruggen niet. Het is het water. En het zijn de vogels niet, het zijn de vogels niet. De eenden en de meeuwen niet, de futen en de reigers niet. Het zijn de vogels niet. Het is het water. Het zijn de singels, de grachten en de vliet. De zeil, de haven en het galgenwater. Dat kabbelt en dat klotst. Dat schuurt en slijt. Dat glijdt voorbij van tijd tot tijd. Van jaar tot jaar. Van eeuw tot eeuwigheid.
hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Bedank ook Rick en Maarten voor de techniek. Ja, maar niet voor de meezingerij. Maar voor de meezingerij, dat viel allemaal nog reuze mee. Want ze hebben echt hun best wel gedaan en ik ook. Ja, nee. Alle eer. We bedanken jullie gewoon voor jullie aanwezigheid. En volgende week is Rens Heruwer er weer. En dan gaan we gewoon weer door met de 53e uitzending van Licht op Leiden. Dank jullie wel.